Goedemiddag mensen, wat gaan we doen vandaag? Ik heb een klein rugzakje bij me, de NVA rugzak met de NVA zeldbaan in Stries camouflage, pen camouflage. Heb ik vandaag of vorige week net binnengekregen, vond ik leuk om te hebben. Dus die ga ik vandaag eens even uittesten, van hoe zet je die zeldbaan nou het beste op? Wat is voor mij de beste optie en ja, hoe bevalt dat überhaupt? Dus we gaan maar eens uitpakken denk ik. Daar ligt hij. Strikstaan, zeldbaan, zoals die officieel heet. Ik ga hem opzetten, althans dat probeer ik, in een ploegvorm. Hij is niet zo heel erg groot. 1,75 bij 1,75, dat wordt best krap dus. Of hij geschikt is om in te overnachten, ik weet het niet. Ik ben nog van plan om een keer met een maat mee te gaan en dat alsnog te proberen. Maar dan krijg ik daar vanmiddag een goede indruk van. Ja. De zeldbaan die ligt klaar. Ik ga hem vastzetten op de linkerhoek, op de rechterhoek en op de achterhoek. Ik ga even kijken hoe ik dat hier ga doen. Ik denk dat ik hem met twee stokken en een spanlijn vastzet. Eens kijken hoe dat werkt. En om achter wat meer ruimte te hebben, denk ik dat ik daar vanaf het midden van de tarp naar de achterkant ongeveer op de helft daarvan nog een extra baanbevestiging maak. Ik denk van een takje of zo, moet ik nog maar even zien. Maar goed, ik heb geen spullen bij me. Dus ik moet even haringen maken. Dus ik ga even het bos in en zoeken naar haringen. Of althans naar een stuk hout waar ik haringen van kan maken. Zo jongens, drie stukken hout gevonden. Of zoals het spreekwoord zegt, al wat het bos u biedt, houdt u bij een ander niet. Je kan aan de slag. Drie stokjes en dan kunnen we gaan snijden.
ideaal mesje. Victoria nog eens een range grip. Nou, mijn haringjes zijn klaar, 3 stuks. Hoe simpel of hoe moeilijk kan het zijn? Dus dan gaan we maar eens een beetje sparren. Zo jongens, de hele setup staat. Ik zal hem zo even laten zien, maar ik ben nog met het laatste onderdeel bezig. Dit is een wasknijper voor achter in de tent. Je kunt het zien. Ik moet hem nog even vastmaken met touw. Er zitten geen ogen over het midden van de vlektarn, of de strichtarn tarp. Dus die moet ik zelf maken. En ik zag toevallig bij Zwetwoord laatst hoe hij dat deed. En dat ben ik nou een beetje aan het imiteren. Maar eigenlijk is het gewoon een wasknijper die je op het tentdoek zet. Waarmee je een object creëert wat je als scheerlijn kunt gaan gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat voor elkaar krijg en of dat werkt. Nou jongens, hij staat. Ik heb hem op een alternatieve manier opgezet. We zitten in het bos. Maar ik heb hem gewoon met 2 stokken vastgemaakt. En dat wil ik lukken. Ik heb ondertussen een lekker Groninger mosterdsoepje opstaan om warm te worden. En daar heb ik ook best trek in. Want het was best wel even hard werken. De voorkant. Gewoon een eenvoudige lus. Over de knoop heen. Naar een boompje. Vastgemaakt met een zogenaamde klemhijst knoop. Die knoop die spant zichzelf. Werkt eigenlijk net zoals een haringtouw. Als je hem die kant optrekt, spant hij zich. Als je hem die kant optrekt, maak je zich los. Nou, de voorkant op zich niet zo interessant. Je ziet het. Diamond shape of plauw. Het is maar net hoe je het noemen wilt. Ik heb alle hoeken vastgezet met natuurlijke haringen. Achteraan heb ik hem nog wat opgerekt met een klem die ik bij Zwetwoods gezien had. Nou, dat schijnt ook goed te werken. Het is gewoon een wig die in een wasknijper staat, zo moet je het zien. Ook hier weer over een eivorm heen, even vastgemaakt aan een bijna verrot blokje hout, maar het werkt, het hout. Dus de functionaliteit van de tent die is behouden, de integriteit van de tent zoals het zo mooi heet. En dan gaan we eerst maar eens een soepje eten. Lekker. En verdiend. Lekker hoor. Mosterdsoep uit Groningen. Met gesmolten kaas erin. Wow. Ik heb nog een stokbroodje bij me. Geen idee wat daar nog van over is, want het heeft de hele middag in mijn jaszak gezeten. Maar het valt mee. Nou, kok moet even voorproeven. Oh, Beetje warmer nog.
Man, man, wat een lekker soepie. Nou jongens, voor degenen die willen weten wat voor mosterd soep ik nou heb gehad. Dit is het merk Blijk Lekkernijen Marne Mosterd Soep. Bereid met Marne Mosterd, prei en echte roomboter, zoals je ziet. Het is echt een heerlijkheid. Niet overal te koop. Als je een lekkerbek bent en je vindt op internet de verkoopplaatsen van dit merk, en daar staan ze gewoon vermeld, heb ik ze ook opgezocht, dan zou ik zeggen koop het, want het is echt hartstikke lekkere soep. Er zijn nog meer lekkernijen van Blijk. Hazenpeper is er één van, die heb ik onlangs geproefd, ook heerlijk. En dan heb je nog wat stoofpotjes, die moet ik nog proberen. Maar ja, als je eens een keer culinair op stap wil, ondanks het feit dat je simpel onderweg bent, zeker kopen. Het D-packje. Ja, ik moet zeggen, hij heeft een mooi ruim vak van binnen. Hij is ook gelamineerd met een, ja, wat is het? Een soort, soort polyester binnenlaag. Ik weet het niet, het is Oost-Duits, dus dat kan van alles zijn. Maar als je heel erg simpel onderweg bent, dan kun je net genoeg meenemen, denk ik. Dus in die zin is de pack wel fijn. De sluitingen zijn fijn. Blijf ook mooi strak zitten. Ander dingetje. Ben ik persoonlijk minder over te spreken. De riemen. Ze zijn vrij eenvoudig. Er zit ook weinig comfort aan. En wat mij opviel, is dat toen ik ermee liep vanmiddag, en ik heb er niet zo ver mee gelopen, een kilometer of twee, is dat de rugzak naar achteren gaat hangen, omdat je hem niet goed kunt opspannen. Dat kan al mijn onwennigheid mijnerzijds zijn, maar op de filmpjes die ik op YouTube vond over deze tas, als review voordat ik hem aanschafte, kwamen die verhalen ook wel een beetje terug. Dus misschien hoort het bij het pack, misschien ligt het aan mij, dat laat ik nog even in het midden. Maar voor niet te veel geld en een leuk pakje, ja, zeker doen, waarom niet? Goed jongens, jullie zien het. De plek is schoon, er is niks meer te zien. De NVA zeltbaan is opgeruimd. Ik vind het een hartstikke leuk dingetje om mee op stap te gaan, dus dat gaan we ook zeker nog een keer doen. Ja, voor de rest, ik heb genoten vanmiddag. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Dus ik zou zeggen, tot de volgende. Hoi!